Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Haagse Voetbal Story TV. Ditmaal in de picture Dave Kraaienbrink, oudkeeper van RVC, ADO, Scheveningen en RKVV. Dave, welkom. Ja, dankjewel Rob. Op jouw bekend terrein hier, tenminste bekend terrein, onder de lat. Ja, zo eventjes geleden, maar voelt weer goed. Ja. Ja. We beginnen met jou over de jeugd. Je bent begonnen bij RVC. Vertel er wat over. Ja, geboren en getogen bij RVC, hè? Wat nu Haaglandia is of was. Vanaf mijn vijfde daar gevoetbald. En toen nog, wat nog niet bestond, de mini-F'jes. En waar één keer in de week trainen met de jongetjes. En van daaruit de hele jeugd doorlopen tot en met de A landelijk toen. Ja, dus je begon als voetballer? Ik ben begonnen als voetballer, als voorstopper. En in de tweedejaars D hadden we een toernooitje en daar de keeper die had niet zoveel zin. Toen ben ik gaan keepen en dat vond ik wel heel erg leuk. En dat lukte ook aardig en toen ben ik gaan keepen. Okay. En heel de jeugd doorgelopen van RWC? Met de jeugd mooie jaren meegemaakt? Ja, fantastische jaren. Dat was echt, misschien klinkt dat heel nostalgisch, maar de mooiste tijd ooit. RWC was natuurlijk een voetbalbolwerk in de Haagse regio. Met het internationaal jeugdtoernooi waarom RFC landelijk bekend stond. Daar kwamen alle grote clubs vanuit heel Europa. En daar heb ik 3 keer aan deel mogen nemen. 1 keer nog als B-junior en 2 keer als A-junior. En het laatste jaar dat ik daar aan meedeed, toen werd het al wat minder. Maar ik heb wel de mooie tijden meegemaakt. En dan moet je een jeugdtoernooi voorstellen waar op vrijdagavond 3.000-4.000 mensen op het sportpark zitten. Dat is wel uniek. En op een gegeven moment werd jouw talenten ontdekt door Martin Jol. Eigenlijk was ik er zelf wel van overtuigd dat ik redelijk kon keepen. Er ging op een gegeven moment een verhaal in toen ik bij RVC keepte. Toen keepte Sander van der Water in de A1, in de A-landelijk. En ik keepte in de B. En dat Feyenoord belangstelling had in één van ons twee. En RVC dacht, nou weet je, we zeggen lekker helemaal niks. We houden ze lekker allebei. En toen ik dat hoorde, dacht ik van ja, misschien kan ik toch wel aardig keepen. Toen kon ik bij RVC naar de senioren en toen mocht ik gaan concurreren om het tweede en derde elftal. Ja, dat was mijn eer te na. En toen heb ik zelf besloten om over te schrijven naar Blauw-Zwart. Dat was in de periode dat Carlo Lamy betaalde voetbal inging, de keeper van Blauw-Zwart. Toen dacht ik van, nou ja, als ik dan toch ergens moet vechten, dan ga ik daar voor mijn kans voor het eerste. Die speelde toen eerste klas. En dat heb ik gedaan. Ja, en bij Blauw-Zwart, daar speelden we eerste klas zondag. Toen het ene hoogste niveau. En in mijn tweede jaar kwam ADO op bezoek. En daar speelde ik wel een goede wedstrijd tegen. En de toenmalige trainer Theo Godschalk, die vroeg of ik dan geen interesse had om naar ADO te komen. En toen was mijn ambitie nog wel om naar betaalde voetbal te gaan. Dus ADO naast FC Den Haag. Toen dacht ik van ja, 1-1 is 2. Moesten we maar doen. En toen ben ik naar ADO gegaan. Wat ik zeg, onder Theo Godschalk. Ja, geweldige man. Toen overleden aan een hersenvliesontsteking. Dat was heel indrukwekkend om mee te maken als jonge voetballer. Dat je trainer binnen 2 weken of 3 weken overlijdt. En volgens mij 1 of 2 jaar daarna kwam Martin Jol als trainer. Die stopte als speler bij FC Den Haag en werd onze trainer. En toen successtory eigenlijk begonnen. Ja, inderdaad. Hè? Want ADO die werd kampioen na kampioen. Ja, wij stonden ergens in de tweede klasse, begonnen we toen Martin trainer was. Ik was zelf een jaar geblesseerd geweest, ik had mijn voorste kruisband gescheurd. En ik kreeg toen de voorkeur boven Rutger Jan Duinhouwer, was een keeper die kwam uit de PSV-academie. Ook helaas overleden al, veel te jong. En dat jaar viel alles op zijn plek. Martin haalde gewoon de juiste spelers her en der vandaan en maakte daar 1 team van. En wij eindigden die competitie gelijk met VCS. In punten en in doelsaldo. We moesten een beslissingswedstrijd spelen op het terrein van Tenegido. Die eindigde gelijk, ook na verlenging gelijk. Dus we moesten nog een beslissingswedstrijd spelen. En die won Tenegido, of VCS won die. En wij zijn toen gepromoveerd via de na-competitie in de tweede klas. En het jaar daarna, in de eerste klasse, eindigden we gelijk bovenaan met Wilhelmus. Ook gelijk in doelpunten. En moesten we weer een beslissingswedstrijd spelen, weer op het veld van Tenegido. En die wonnen we met 3-1. En toen gingen we dus door naar de hoofdklasse. En daar kwamen we Tenegido zelf tegen, dat was onze grootste concurrent. Die werden, meen ik, kampioen. En wij werden tweede. Dus dat waren 3 jaar achtereen onder Martin. Ja, we hebben volgens mij 1 keer per jaar verloren. En de rest wonnen we van alles en iedereen. Ik kan me met ADO nog een nederlaagserie herinneren in 95 of zo, 94, 95. Tegen Ajax 2,
Daar werden alle hoofdklasse amateurs voor uitgenodigd. En wij ook. En wij speelden in de meer, in de sneeuw. We zouden in de meer spelen. Dat werd uiteindelijk op het trainingsveld. En in de rust werd het gestaakt bij 0-2 voor ons. En dat was een team met jongens die gewoon in de Champions League speelden voor Ajax. Moussampa en Wouter en Grim en Van der Brom volgens mij deed zelfs toen nog mee. En ja, dat was uniek. Wij waren de enige die van Ajax 2 wonnen. En ook dat. Nogmaals, wij onder Martin wonnen wij alles. Dave, noem jij wat spelers uit je ADO-periode? Ja, de eerste die in mijn gedachten komt is natuurlijk Remo Rijntjes. Dat is ook voor iedereen wel bekend. En ik denk een van de beste spelers waar ik ooit mee gespeeld heb. En achterin hadden we John Baven, Remo Verlangen, Wimpje Bordewijk op middenveld. Jantje van Gullik. Ja, het was een topteam. Ook daar, dat heeft Martin volgens mij later in zijn carrière ook altijd bewezen. Gewoon de juiste mensen op de juiste plek zetten. Om een team te maken, gewoon de juiste spelers bij elkaar halen. Dat vind ik wel uniek aan Martin. Dus niet van een bestaande ploeg iets geheels maken, maar ook de juiste mensen erbij weten te vinden. En ook altijd iedereen op de voor hem beste manier weten te motiveren. Dat vond ik wel heel erg knap. En Martin ging op een gegeven moment naar Scheveningen. En hoe ging het toen in zijn werk? Ja, ik wilde heel graag mee naar Scheveningen. En Martin wilde alles voorkomen naar de buitenwereld. Hij wilde eigenlijk geen spelers meenemen, want dat zag er slecht uit. En dat wilde hij natuurlijk niet. Maar hij wilde ook wel graag dat ik erbij was. Dus we hebben uiteindelijk, zonder er heel veel over te praten, hebben we samen besloten dat ik zelf overschreef naar Scheveningen. Ja, daar heb ik geen spijt van gekregen. Ja, dan gingen, op een gegeven moment gingen er toch nog meer spelers van ADO over. En ja, ik weet niet of het een emotieperiode is geweest, maar je hebt ook heel wat meegemaakt met Scheveningen. Ja, dat was geweldig. Er was toen wel een verhaal dat Martin ook 10 of 11 spelers meenam. Maar uiteindelijk hebben alleen Sjaak Polak, Leo van Nieuwkerk en ik in Scheveningen 1 regelmatig gespeeld. Dus dat viel uiteindelijk ook wel mee. Maar het was natuurlijk geweldig. Het eerste jaar waren wij de titelkandidaat. En de eerste wedstrijd thuis tegen Lisse waren de verwachtingen heel hoog gespannen. En die verloren we met 0-2. Dus toen stonden we weer met beide benen op de grond. En uiteindelijk is dat volgens mij op de laatste wedstrijd in de competitie na hebben we maar, was dat de enige wedstrijd die we verloren. Dus we verloren de eerste en de laatste. En dat had een vervolg natuurlijk in de wedstrijden om het Algeheel kampioenschap voor de zaterdagamateurs. Die wonnen we. We werden Algeheel Nederlands kampioen. Ja, winnen verveelt niet zo snel op. Had je wel te doen met zo'n goede achterhoede voor je? Nou, vaak ook niet. En dat maakt het juist moeilijker. Dat zie je op tv ook wel eens. Keepers die uitblinken en dan later naar een club gaan waar ze niet zoveel te doen krijgen. Dat moeilijker is. Want je moet wel 90 minuten geconcentreerd blijven. Maar ik kan me ook nog wel situaties herinneren dat Ron Kramer achterin zei van nou, laat maar lopen. Dan heeft die bol ook nog wat te doen. Maar ik denk wel dat ik redelijk in dat ploegje paste. Ja. Nou ja, vind je iets anders dan? Het verhaal over keepers en linksbuiters. Klopt dat? Je weet wat ik bedoel? Dat ze een beetje gek zijn. Ja, dat klopt denk ik wel. Linksbuiten weet ik niet, dat heb ik nooit gespeeld. Maar ik denk wel dat je als keeper enigszins een beetje gek moet zijn om je voor een aanstormende spits te gooien of bij een hoge voorzet tussen 15 man te gaan springen. En dat is ook de enige manier denk ik om het te redden. Je moet niet bang zijn om pijn te lijden. Je hebt natuurlijk een hele andere training dan spelers. Dan moet je ook wel leuk vinden om door de bagger heen te gaan en 500 keer per training op de grond te vallen. Dus je moet wel een klein beetje gek zijn, maar daar heb ik geen spijt van. Dat is wel leuk. Ja, dat vind ik wel het mooiste onderdeel van het voetbal. Je kan namelijk alleen maar afgaan als keeper. De enige keer wanneer je niet af kan gaan is bij strafschoppen, want dan kan je het alleen maar goed doen. Maar ja, een keeper die een fout maakt is de klos. En dat heb ik altijd als heel leuk en heel positief ervaren. Ik hoorde van Martin nog trouwens dat je dan het aantal de minste doelpunten tegen in de tot de laatste wedstrijd werd verloren en je was al kampioen eigenlijk. Ja, dat klopt. We waren al kampioen en we moesten uit nog tegen Huizen en Huizen die kon nog degraderen. En Martin had een aantal spelers erbuiten gelaten omdat wij de nacompetitie voor het Algeheel kampioenschap moesten spelen. En we hadden 15 doelpunten tegen of 18 doelpunten tegen in de competitie en dat was ook het record in de hoofdklasse op dat moment. Dus als ik de nul zou houden, dan ging ik de recordboek in. En dat vond ik toch wel leuk. Maar ja, uiteindelijk werd het een draak van de wedstrijd. En we verloren dus met 3-1. Als kampioen van een ploeg die gedegradeerd is. En ik weet nog wel dat ik heel boos was. En een grote blauwe ton in de kleedkamer ondersteboven schopte. En dat Martin me vriendelijk toch zeer dringend verzocht om de kleedkamer maar te verlaten. En de jongens hebben er volgens mij hartelijk om gelachen. Maar ja, dat is dan de gekte van de keeper waarschijnlijk. En terecht deze penalty. Zo'n 12 minuten na rust kan Boei van Schijnel het dan gaan doen. In het voordeel van ADO Den Haag.
Gaat hij de score openen? Nee, dat doet hij niet, want de redding is prachtig van Dave Rijnbrink. Keepte jaren geleden voor de amateurs van ADO. Moet toch weer een paar jaar vergeveningen. Die prachtige reflex van deze man. En de irritatie, u ziet dat, blijft groeien. De reflex prachtig. Redding gemaakt door Albert van Oosten. Nog zo'n minuut of 10 van Schijndel. Miste die penalty. En scoort hier ook niet. Dave, je hebt met Scheveningen dus alles gewonnen wat je te winnen viel. Landskampioen als eindresultaat. Het jaar erop ging Martin Jol weg, hè? Ja, die ging halverwege de competitie naar Roda. Ja, en toen nam zijn broer Kok die nam het over. Hoe vond je dat zelf? Ja, ik vond het heel erg. Ik had een onwijs goede band met Martin. Natuurlijk, Martin had me bij ADO het vertrouwen gegeven nadat ik een jaar geblesseerd was geweest. En bij Scheveningen min of meer meegenomen. En uiteindelijk hebben we met elkaar in 6 jaar tijd alles gewonnen wat er te winnen valt in het amateurvoetbal. Ook nog 3 HC-cups bij elkaar. Districtsbeker, periodetitels. Ja, je kan het zo gek niet opnoemen. Dus als die trainer dan weggaat, dan is dat wel, vond ik wel heel erg, ja. En dat jaar erop dan, toen Martin wegging, werd Kok trainer. Hoe was die periode? Ik weet aan mijn hoofd dat je dan nog een aardige beslissingswedstrijd aan moest spelen. Ja, wij stonden 12 punten voor in de winterstop toen Martin wegging op Lisse. En uiteindelijk eindigden we gelijk in punten. En als ik me goed herinner zat zelfs Noordwijk er nog 1 punt achter. Dus dat de laatste wedstrijden ging het erom dat een van ons drieën kampioen kon worden. En ik raakte eigenlijk vlak voor het einde van de competitie geblesseerd aan mijn knie. Dus ik heb de laatste wedstrijd ook niet meer gespeeld. Maar het resulteerde uiteindelijk in een beslissingswedstrijd tegen Lisse op het veld van Rijnsburg. Met geloof ik 8000 man. 3 strafschoppen tegen en met 4-3 verloren. Ja, ongeëvenaard. Dat is, ik denk dat iedereen die toen het amateurvoetbal volgde dit nog weet. En ik moet zelf zeggen dat ik denk er zelf ook nog wel vaak aan. Als ik weer de affiches zie van Scheveningen-Lisse, dan komt er toch altijd dat gevoel over dat je die wedstrijd hebt verloren. En het jaar erop, hoe lang ben je bij Scheveningen gebleven? 5 jaar volgens mij, tot 2000. 99-2000, dat was het laatste seizoen. En je keuze kwam toen op RKVV? Ja, ik ben toen naar RKVV gegaan. Rob Kiebert, die was daar trainer. En Rob die wilde mij al hebben toen die trainer was bij Rijnsburg. Toen keepte ik zelf bij Scheveningen, maar daar wilde ik helemaal niet weg. Dat was gewoon te goed en te mooi. En er was niks beters dan Scheveningen in die periode. En toen kwam Rob nog een keer en ik woonde in Leidschendam. Ik heb altijd in Leidschendam gewoond in die periode en nooit bij RKVV gespeeld. Ik dacht, nou ja, moet er nu maar een keer van komen. Kortom, een hele mooie periode gemaakt als voetballer. Ook een gezellige periode. Heb je leuke dingen meegemaakt? Ja, vooral bij ADO en Scheveningen. Scheveningen helemaal. Dat was een aaneenschakeling van leuke dingen, rare dingen. Dan ga je natuurlijk voorbeelden vragen. Maar, nou, ik ben wel eens benieuwd, ben je echt een prestatiekeeper of moet het ook puur gezelligheid zijn? Nee, absoluut prestatie. Absoluut. En de gezelligheid komt daarna. Nee, in het veld was ik echt, ik denk wel heel vervelend ook voor tegenstanders. Ik deed alles om te winnen. Maar dan ook echt alles. Dus ik kom nu nog wel eens mensen tegen die zeggen, ja, ik heb tegen je gespeeld. En dan vraag ik altijd eerst maar van, ja, ben ik niet te onaardig geweest? En ik denk wel dat mensen mij op dat moment als tegenstander zeker niet leuk hebben gevonden. Dus eerst winnen en dan... En dat was bij Scheveningen juist zo leuk. Dat hadden we allemaal. We liepen voor de wedstrijd de Polonaise in de kleedkamer. Dan zongen we het clublied van Scheveningen en van Sparta. En dan liepen er een aantal de Polonaise. Dus het was gekkigheid. En dan ging het belletje en dan ging bij iedereen de knop om. En dan gingen we winnen. En dan was het afgelopen. En dan namen we een biertje en dan was het echt feest. Tot 's avonds laat, midden in de nacht. Dat was voor mij wel de ideale combinatie. Wie is de beste voetballer die je hebt meegemaakt in jouw periode? Ja, dat vind ik wel moeilijk. Dat zijn er wel een aantal. Ik noemde net al Raymond Rijntjes, maar bij Scheveningen was het ook Frans Danen. Ik heb Frans dingen zien doen, dat is ongeëvenaard. In, met name in de laatste wedstrijden dat we om het kampioenschap van Nederland speelden. Dat ook het uitpubliek op de banken stond om een doelpunt wat Frans maakte. Dat was ongekend, maar Robin Knoester was op zijn positie ongeëvenaard. Ron Kramer, een beer van een vent die... Ja,
volgens mij was hij nooit geschorst. Hij pakte nooit gele kaarten voor mijn gevoel. Ron de Jager die ze uit alle hoeken en standen binnenschoot. Ja, het was, ik heb met zoveel goede voetballers gespeeld. Ik kan er niet één noemen. Was RKV jouw laatste club? Ja, wat ik zei met Rob Kiebert, ook overleden. Dus ik heb 2 trainers meegemaakt die overleden zijn. Rob door een auto-ongeluk vond ik ook verschrikkelijk. Rob heeft ook wel een speciale plek bij mij. Gewoon een winnaar. Geweldige man, echt mega mee kunnen lachen, maar een absolute winnaar. En misschien wel te goed voor het niveau van RKV. Rob die ging bijna over lijken om resultaat te behalen. Het eerste jaar draaiden we bovenin mee. En het tweede jaar dat ik daar speelde, mijn laatste jaar, toen zijn we kampioen geworden in de tweede klas. Gingen we naar de eerste klas. Ja, dat was ook geweldig. Geweldige tijd met Johan Vogelaar, met Edmund Vriesde, Patrick Vreeman, Mark de Leden, Steve Faber. Ja, Steve was wel leuk om nog een jaartje mee te voetballen. Dat heb ik natuurlijk met Scheveningen tegen Rijnsburg was hij altijd degene die bij mij probeerde te scoren. En soms deed hij dat ook. En nu speelden we samen. Ja, er zijn ook mooie voetballers mee gehad. Mark de Leden, ongekend in de spits. Die had veel hoger kunnen spelen, maar die vond het bij RKV weer een warm nest. Dus Mark die hoort ook misschien nog wel in het lijstje met de geweldige spelers waar ik mee heb mogen spelen. Dus RKV ook geweldig top. Dus het is voor mij een aaneensluiting geweest. Eigenlijk vanaf het moment dat ik Martin leerde kennen bij ADO zijn alle jaren succesvol geweest. En gestopt vanwege je knie? Ja, knie. Maar ook een stukje mentaliteit. Ik merkte wel dat veel jongens er wat minder voor deden. Of leken te doen dan dat ik zelf deed. Lekker op stap. Dan kwam eerst de gezelligheid en daarna het presteren. Nou, dat ging er bij mij helemaal niet in. Ik had wel heel veel last ook van mijn knie. Dus alles bij elkaar dacht ik, joh, kap er maar lekker mee. Uiteindelijk wel wat spijt van gehad. Ik heb er wel 1 of 2 jaar dat ik dacht, van ja, dan heb ik dat wel goed aan gedaan. Maar ja, uiteindelijk is dit het. Dave, ik wil hierbij afsluiten. Eerst nog even de vraag, doe je tegenwoordig wat in de voetballerij? Of ga je nog voetballen kijken? Nee, eigenlijk helemaal niet. Ik heb het wel een paar keer geprobeerd. Als keeperstrainer, even nog bij Haaglandia. Ik heb het 1,5 jaar bij GDA gedaan, waar John Baven toen trainer was. Maar ik heb zo'n slechte knie. Het keeperstraining geven is best intensief en dat gaat gewoon niet. Dus nee, en op het veld kom ik ook niet. Ik ga lekker bij mijn zoontje kijken. Die speelt in de F's bij RKDO. Die wil ook keeper worden. En dat vind ik leuk. En daar ga ik lekker naar kijken. Ik ga met hem mee naar de training. En voor de tv lekker kritiek geven, zoals veel Nederlanders. Al met al, een geweldige periode die je nooit te willen missen. Nee, zonder meer. Maar tot op de dag van vandaag, en dat vind ik wel bijzonder, zijn er gewoon nog heel veel mensen die dat weten, die periode. En niet alleen van mij, maar ook van Scheveningen en ADO. En dat vind ik wel, dat geeft mij steeds wel weer het gevoel van, hey, we hebben daar wel wat neergezet met elkaar. Ik heb eergisteren nog bij een klant waar ik was en die zegt, ja, je hebt toch bij Scheveningen gespeeld? Jeetje, en we zaten altijd te kijken en we kwamen er altijd naartoe. Nou, ik weet niet of heel veel amateurvoetballers dat nou wel mee hebben gemaakt, 20 jaar na dato. Want zo lang is het inmiddels geleden dat we met Scheveningen dat succes hadden. Dus ik had het nooit willen missen. Voor geen goud. Geweldig. Nou, in ieder geval hartstikke bedankt voor het interview en voor de tijd. We gaan er wat moois van maken. Dankjewel, Rob. Futures far behind me. Only see the past. Empty days forever. You shatter them like glass.